De 33-jarige Upendo uit Tanzania is moeder van 2 kinderen. Zij kookte jarenlang boven open vuur. Hierdoor kreeg zij gezondheidsproblemen. Zo kreeg ze last van haar ogen en kampte met ademhalingsklachten. Ook waren Upendo en haar kinderen dagelijks veel tijd kwijt aan het zoeken naar hout. Dit ging ten koste van tijd om te werken en tijd om naar school te gaan. Een ander nadeel van koken boven open vuur is dat het in het regenseizoen onmogelijk is een warme maaltijd te maken. De situatie van Upendo veranderde door de komst van de stoof Mimimoto. Bij het koken op de stoof komt er geen rook vrij en daardoor heeft Upendo geen last meer van haar ogen en longen. Voor het koken hoeft geen hout meer gezocht te worden en ook gaat het koken sneller. Hierdoor heeft Upendo meer tijd voor haar werk als naaister. Zo heeft ze meer inkomsten en kan ze beter zorgen voor haar gezin. Doe ook mee! Klik naar onze website en doneer, zodat we meer mensen kunnen helpen bij een beter en gezonder leven.